De Suriname Environmental and Mining Foundation, CEMIF, heeft vandaag 4 4-wheel drive pick-ups geschonken aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ten behoeve van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, GMD. De voertuigen zijn vandaag door CEMIF-voorzitter Sergio Akimboto overgedragen aan NH-directeur Dave Abeleven. Die droeg op zijn beurt de sleutels over aan het waarnemend hoofd van de GMD, Renushka Mahabir. De GMD is met name belangrijk voor de ontwikkeling van de mijnbouwsector. Volgens CEMIF-voorzitter Akimboto is het van belang dat deze dienst over voldoende vervoersmiddelen beschikt om haar werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren. Omdat onze mijnbouwactiviteiten veelal in remote areas zijn, ver afgelegen gebieden, en dat er voertuigen zijn, goede voertuigen, goed uitgerust, kunnen worden ingezet om het werk naar boven te doen. Het is een aanzet vanuit Suriname Environment and Mining Foundation, CEMIF, dat ik deze sleutel aan u overhandig en dat met nadruk wordt aangegeven dat er zuinig zal worden omgegaan met de middelen en dat we lang gebruik van kunnen maken, dat het gebruikt wordt voor de diensten en, en voorkomen dat het niet wordt gebruikt voor privédoeleinden, maar met name nadruk op onderhoud en service. Het is van groot belang dat uiteraard de GMD, de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, over goed materiaal beschikt om haar werk naar behoren uit te voeren. Uiteraard rollend materiaal, vervoer, vooral als het gaat om mijninspecties in het verre binnenland. Want de meeste mijnbouwgebieden waar men naartoe moet gaan, wat men moet bezoeken, wat men moet inspecteren, zijn natuurlijk niet in de omgeving van Paramaribo, maar vaak genoeg toch wel ver afgelegen. En u begrijpt, als we kijken naar het terrein waar men allemaal naartoe moet gaan, is het toch wel van groot belang dat men over goed materiaal, rollend materiaal beschikt, over goede pick-ups beschikt, zodat men hun het werk naar behoren kan uitoefenen. Ik denk dat we al een tijdje hebben, niet geklaagd, maar dat we voor goede voertuigen eigenlijk nodig hebben om mijninspecties uit te voeren. Dit is dan eigenlijk gerealiseerd en ik denk dat we hiermee eigenlijk beter equipped naar het veld kunnen, ook met de GPS-punten die we kunnen halen met deze voertuigen, ook in het verre binnenland. En we eigenlijk onze mijninspectie kunnen uitbreiden, zoals het eigenlijk moet. Want we waren eigenlijk momenteel meer beperkt tot de kustvlakte, omdat we eigenlijk de equipment niet hadden om verder naar het binnenland te gaan. En er is eigenlijk een mogelijkheid om verder de mijninspecties uit te voeren en eigenlijk het mijnbouw en gebeuren eigenlijk beter te kunnen, in kaart te kunnen brengen van wat er allemaal gebeurt in onze verre binnenland. Renushka Mahabir, waarnemend hoofd van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, daarvoor CEMIF-voorzitter Sergio Akimboto en NH-directeur Dave Abeleven. Ze spraken vandaag in verband met de overdracht van 4 dienstvoertuigen aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ten behoeve van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst.